Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe weekvideo vlog en welkom op mijn kanaal. Ik ga straks naar de kapper toe, zoals je ziet is mijn haar lekker wild en gek. Ga ik zo even een staart brengen en dan ga ik naar de kapper toe. En dan laat ik jullie zo dadelijk het resultaat zien. Ben jij gezellig mee naar het terras? Ben jij gezellig mee naar het terras? Goedemiddag allemaal, het is vandaag woensdag en ik zal nog even mijn kapsel laten zien, want ik heb eigenlijk niet meer veel gevlogd, maar dit is dus uiteindelijk een resultaat geworden. Ik hoop dat jullie het een beetje allemaal goed kunnen zien. Dus ik ben er echt heel blij mee. En de datum van vandaag is 18 september. En ik heb zo net even koffie gedaan met Cynthia bij de Kroonhuis. Dat hadden jullie kunnen zien als het goed is. En daarna ben ik met Yvonne, een vriendin van mij, mee geweest. Die is zwanger en ik heb een echo gezien, wat super leuk. En nu ben ik thuis. Ik ga even gauw mijn ding doen en dan ga ik zo naar een vriendin toe. Yes, dus dat gaan wij doen. Nu ik zo zit ben ik echt serieus aan het twijfelen of ik mijn nagels ga opvullen. Want ik weet niet precies wanneer ik dit voor het laatst heb gedaan. En ze zijn eigenlijk nog niet echt opvulwaardig. Maar ik heb gewoon zin in een ander kleurtje. Of dat ik even mijn serie ga kijken. Of ja, serie ga kijken. Ik heb niet heel veel... Jawel, dat ik serie ga kijken. Ik heb volgens mij een uurtje de tijd om nog even dingen te doen. Dus ja, ik moet even kijken. Nou, ik ga een besluit maken en dan zien jullie het vanzelf wel. Zo, ik heb toch maar even mijn nageltjes gedaan onder een serie kijken. Dat is toch een Nederlandse serie. Dus ik heb even mijn linkerhand vast opgevuld. Mijn rechterhand is nog met oude spul erop. Dus die moet ik nog doen. Maar aangezien de tijd en ik naar een vriendin moet gaan, ga ik dat nu doen. En dan doe ik straks mijn andere hand. Yes. Zo, jullie wisten dat ik naar een vriendin ging. Ik ben inmiddels aangekomen. Het is Willemijn. Hi. En Willemijn is vlogs aan het bekijken daar op de tv achter me. En Willemijn en ik drinken ons thee op en dan gaan we Jur wakker maken met de vlogcamera. Steek voorzichtig geen koekje. Doe rustig Willemijn, kom allemaal goed. Good morning allemaal, het is vandaag donderdag 19 september en ik heb bij mijn mans geslapen. Teddy is bij Cynthia bij de oppas en ik fiets zo dadelijk terug naar huis. Ik had gisteren een drukke dagje en dan is mijn stond heel lang alleen zitten, voor ik zielig, dus ik heb gevraagd of ze mee kon naar de oppas. Ik heb gisteren Jor wakker gefilmd en hij vond het niet zo leuk, dus we gaan het stukje wel wegknippen. Ondanks dat we het lol, alsnog lol hebben gemaakt en zo. Maar hij wou niet dat dat op YouTube kwam. En daar heb ik respect voor. Dus dat knippen we er tussenuit. En ik fiets zo dadelijk naar huis. En dan komt Cynthia straks met Teddy. Yes. Een eerste ervaring en dat soort dingen vind ik ook best wel spannend. Dus ik denk dat ik nu ook daar moe van ben. Niet zozeer van het kraken zelf. Dat komt waarschijnlijk vanavond goed. Maar goed, ik ja, in ieder geval een hele positieve eerste ervaring. En we hebben meteen een afspraak gemaakt voor volgende week donderdag. Dus dan ga ik er weer naartoe. Zo, en nu ga ik eerst even lekker lunchen, want ik heb echt flinke trek. Het is inmiddels bijna 2 uur. Ik heb een paar crackers gemaakt met avocado, peper en zout. En dan ook nog met 2 gekookte eitjes. Een beetje Miracle Whip eronder, zodat het niet zo droog is. En ja, lekker. Hier heb ik echt zin in. En ik zal jullie even laten zien wat ik bij de Hema heb gekocht. Allereerst 2 cadeaupapierrollen. Deze vind ik heel erg leuk met roze, goud en zwart. En deze is dan ietsje minder tuttig. Dan heb ik dit kaartje voor Marijn gekocht. Smile, it's your birthday. En dan met een camera, omdat ja, wij maken natuurlijk altijd foto's van elkaar. Of nou ja, beter gezegd Marijn van mij. Dus dat vond ik ook wel toepasselijk. Deze stickers heb ik eigenlijk voor mezelf gekocht, maar wel om te gebruiken voor cadeautjes. Dat vind ik altijd heel erg leuk voor, ja, om het wat extra spannender in te pakken. Oh, dit is het briefje van de chiropractor nog.
Ik heb dit cadeautasje gekocht. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Hema heeft echt hele leuke tasjes, vind ik altijd. En ook nog dit setje met cadeautasjes. Ik gebruik heel graag dit soort tasjes namelijk. En hier zitten er dan drie in. Drie verschillende formaten. Nou, ik weet nog niet welke ik voor mijn wijn ga gebruiken. Dat zie ik allemaal nog wel. Maar goed, mijn cadeautjes zijn nu in ieder geval allemaal binnen voor haar. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer vrijdag. Ik heb gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Dus dat ga ik nu straks en dadelijk doen. Zoals je zag ben ik een vlog aan het kijken van Laura. Oh nee, dat zag ik verkeerd. Ik bedoel Lotte. Sorry Lotte. Lotte Loves Beauty. En ik moet even heel nodig naar de wc toe gaan. En als ik naar de wc ben geweest, ga ik even gewoon mijn hondje naar buiten doen. Want ik moet ook naar buiten. En ik kan nog niet uitgelaten. Dus. Want ik ben natuurlijk net wakker. En ik wil ook nog gewoon eerst even thee drinken. Dat soort dingen. Dus meestal laat het de hond eerst even hier achter. Yes. Ik wou mijn hondje filmen. Maar zoals je ziet is mijn tuin ook nog echt gewoon niet echt een tuintuin. Let er alsjeblieft niet op als ik hier aan het vloggen ben. Want dat moet ik gewoon nog wat aandoen. En heb ik gewoon dit jaar niet zoveel zin in gehad. Dus dat komt nog wel. Maar we gaan er mee aan de slag, maar niet nu. Teddy. Zo, ik ben inmiddels weer binnen. Ik heb de hond buiten uitgelaten. De hond is nou lekker aan het spelen. ik ga deze videovlog nou afsluiten en ik ga hem gauw editen zodat hij vandaag nog online komt komen. Zodat ik ook heb beloofd dat hij vrijdag online kwam. Ik wens iedereen een super fijn weekend en bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie de videovlog weer super leuk vonden. Als dat zo was, doe dan die dikke duimpjes omhoog. Als je hem niet leuk vond, omlaag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Het is geheel gratis en ik zeg altijd, dat vind ik leuk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dan zien jullie mij weer bij een nieuwe videovlog. Doeg!